Hallo iedereen en wat leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik het hebben over een zoutlamp. Misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien heb je het gezien bij andere video's of bij andere mensen thuis. Ik wil er ook al heel lang een zoutlamp hebben. Dus ik ben een tijdje naar een spirituele winkel gegaan ergens in Nederland genaamd Happy Spirit in het Gelderse Huzi. Ik ben niet gesponsord. Ik denk of toch een andere winkel waar ze dat soort producten verkopen. Laat ik het wel even netjes bij zeggen. Nou, in deze video ga ik dus hebben over wat is een zoutlamp, waar komt het vandaan en wat zijn de positieve effecten dan. Kijk de hele video af en je mist geen enkel, je mist niks. Nou, een Himalaya zoutlamp, die komen oorspronkelijk vanuit het Himalaya gebergte in Pakistan. En je hebt ze te krijgen in dit formaat, dus het is dan de grootste van mijn. Nou, tot zijn 25 centimeter, 20 centimeter, zoiets. Je hebt ook nog zoutlampen, die zijn de helft klein. Die zullen dan ongeveer nou, tot hier komen. Dit ongeveer, dat ik mijn vinger wijs. Je hebt ze in de kleuren grijs. Dat is een beetje grijs, zilverwit wat ik heb. Je hebt ze in het roze. Een beetje ja, roze, lichtroze, donkerroze. En je hebt ze in het wit. Ik durf niet precies zeggen of er meer kleuren zijn. Maar het zijn wel een beetje de, vaak wel wat bekendere kleuren. Het lampje zit hier zo ongeveer. Het geeft geen felle verlichting. Ik zal ook wel 5 in. Zeker voor mensen die een beetje wat gevoeliger zijn voor felle verlichting. Is een zoutlamp zeker aan te raden. Het geeft een heel rustgevend sfeer effect. Dus ik zit hier heel vaak zelf achter mijn computer. Zit ik bijvoorbeeld te gamen. Ik zet hem aan. Super fijn. Oh, ik vind het zo'n prachtige lamp. Nou, ik ga nu vertellen wat het kost een zoutlamp. De zoutlamp die ik hier heb is de grootste zoutlamp. Deze zijn zo rond de 20 euro. En je hebt dan de kleintjes, zoals ik al zei, die zijn helft klein. Die zijn ongeveer, nou, maar zeggen, ongeveer tot deze hoogte. Die zijn tientjes, maar net wat je zelf mooi vindt en wat je zelf wil. Heb ik aan de achterkant zit een kabeltje, dat kun je niet zien op de video. En die staat natuurlijk om de zoutlamp aan te doen. Maar goed, ik ga dus nou even hebben over de... Wat is nou de voordelen zijn van een zoutlamp? Nummer 1. Zoutlampen kunnen dus reinigen de lucht. Het oppervlak, zoals ik hier dus lees op een site, is dus dat de oppervlak van de rotstrakt dus lucht verontreinigt en stoffen uit de lucht aan, waardoor de lucht schoon en allergen vrij blijft. Het idee is dus dat de waterdamp dat lucht verontreinigt en stoffen vervoert, wordt aangetrokken door het oppervlak van de rots waar het nast is afzetten, waardoor je omgeving schoon en allergeen vrij blijft. Ik heb ook al iets op internet gelezen dat schijnt dus ook dat ze virus en schimmels verwijderen. Dus dat is super fijn. Zoutlamp helpt je ook dus om de lucht schoner te maken, gewoon in je huis en niet van de wereld, maar gewoon echt alleen in de ruimte waar je de zoutlamp hebt staan. En ze kunnen ze ook helpen bij het afbreken van slijm. Dan het volgende positieve effect is dat ze je ervaart minder stress en je valt sneller in slaap. Nou, zoals ik eerder in de video al zei, ik zit deze zoutlamp ook heel vaak s'avonds aan het eten en tot ik aan het slapen ga. En ik zal het straks ook nog vertellen van of deze zoutlamp energiezuinig is. Dat antwoord gaan jullie straks horen. Blijf kijken. Ook hier staat dus dat zoutlamp dus en je humeur kunnen verbeteren. En staat hier dus, volgens een studie van de Universiteit van Karachi in Pakistan, kan dus blootstelling aan een zoutlamp het gehalte van serotonine en tryptofaan in het lichaam verhogen. Deze wordt dus beide geassocieerd met het reguleren van de stemming. Zijn zoutlamp toegeschreven aan het verlichten van symptomen van angst en depressie. Ja, ik ga naar het vijfde. En ik vind het best cool uitzien. Ik wilde misschien nog wel meer zoutlamp gaan aanschaffen. Maar dat doe ik wel. Dat komt vanzelf. Nou, ik zou zelf ook wel zo'n zoutlamp willen. Wat ik echt aanraad. Het beste is om naar een spirituele winkel te gaan. Het schijnt van wat ik gehoord heb. Dus Action heeft ook wel eens maar vaak het 9 van 10 keer. Of Action is vaak namaak. Dat is af te raden voor je een zoutlamp hebben. Ik zou zeggen, ga even naar een spirituele winkel. Googelt of zo. En wie weet zit er wel een spirituele winkel bij jou in de buurt. En als laatste schijnt het dus te zijn dat...
Sportlamp is ook de. Hoe heet nou? De elektromagnetische straling verminderen. Er is gewoon vandaag echt een hele hoop elektromagnetische straling. Moet denken van ons apparaat, een magnetron. Ja, bovenleiding van treinen, van trolleybussen, van trams. Als je met de mobiele zendmasten. En straks met de 5G, als die 3,5 MHz frequentie in lucht is, komt er iedere straling daar een antenne. Dat is geen grap, Google het maar eens. En trouwens in de reactie of in de link of in de video omschrijving even een linkje zetten waar je kan zien waar alle zendmasten staan. 2G, 3G, 4G, 5G, GSMR en zo. Dus, ik ben heel erg tevreden met deze zonnelamp. Ik raad hem echt van iedereen aan. En het is, en dan zullen er binnenkort ook nog video's komen over twee andere spirituele steentjes die ik heb gekocht. Dus die zullen. Nou, wat zal het zijn? Die zullen ook dus later deze week wel uitkomen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Dat komt helemaal gratis. En laat een leuke reactie achter. Vergeet de video niet te liken. En mocht je een vraag hebben over een zonnelamp of wat dan ook, laat het even hier achter in de reacties. En vergeet deze video niet te delen op sociale media. Vergeet mij even niet te volgen op mijn sociale media. En als laatste ding wat ik nog even wilde zeggen is dat zoutlampen zijn wel giftig voor sowieso katten. Als ze gaan denken is het einde verhaal voor de kat. En dat is dat het energieniveau van deze zoutlamp is vrij laag. Dus ik kan hem gerust gewoon de hele dag aan laten staan. Laat ik nu nog even snel even zien dat hij aangaat. Ik zal het even laten zien. Er zit hier achter een snoertje. Dus ik kom nu naar boven en dan kan er bijna als verkeerd snoertje. En dan gaat hij binnen enkele seconden aan. Nou, je ziet nou dat er dat hier zo een oranje lampje brandt. Het is niet zoveel, het is gewoon een heel rustgevend sfeerlichtje. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video.